Oké, de Q&A is nu met de kat. Vragen voor de kat. Kat, wat vind je het leukst? Wat vind je het leukst aan mij? Oké, dames en heren, zonder lang te zeiken, vandaag is een hele belangrijke dag. Vandaag ga ik geen shit doen zoals de andere dagen. Vandaag moet ik echt hele belangrijke shit doen. Hele belangrijke levensshit. Het is dus ook echt super mooi weer. Wat alleen maar beter is, want ja, snap je? De laatste dagen was het in Blankenberg en eigenlijk in heel België toch alleen maar shit weer. Het is echt fucking mooi weer. Holy shit. Mooi weer, maak mij blij. Nu ga ik naar mijn mama of zo, dus let's go. Oké, mama, wat is het plan vandaag? Genieten van het mooie weer. We gaan een MacBook Pro kopen. Dus omdat ik naar een nieuwe school ga volgend jaar en ik grafische richting ga volgen ofzo, heb ik zo een MacBook Pro nodig. Ik weet niet of die school gesponsord is door Apple, maar je moet dus echt wel zo'n Apple laptop kopen. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus ja, het wordt wel een kleine aanpassing. Is het geld al overgeschreven? Nee. Oké, let's go. Dank voor het geld. Tot de volgende keer. Yo, ja, you. Wat zeg je? Gaan we vanavond eten? Ja. Hoe laat? Om 7 uur. Oké, ja, doei. Oké, even huilen. De MacBook die ik gekocht heb. En ik heb wel degelijk één gekocht, dat is gewoon niet op voorraad. Dus nu sta ik hier kinder met een bestelbon. I'm crying now. Snap je? Nu moet ik een week wachten op mijn laptop. Ik kon hem ook gewoon online kopen, maar snap je? Ik weet eigenlijk echt niet waarom ik dat niet heb gedaan. Ik moet nu een week wachten op mijn laptop. En ik ben volgende week niet eens thuis. Oh, ik ga even op de grond liggen of zo. En ik ga even wenen. Oh fuck, mijn bestelbon. Kak, kak, kak. Ik ga nog eens laten weten aan mijn mama dat ik hard ga huilen. Let's go. Ze hadden hem niet op voorraad. Maar roep de kerel zo niet. Oh. Ik heb hem wel gekocht. Ik heb gewoon mijn fiets geparkeerd. Hé, bureau. Hoe voelt dat? Verschiet het niet meer van jou, nee. Je mag ook een beetje algemeen Nederlands praten. Mijn kijkers komen uit Nederland. Ze verstaan niet wat wij zeggen. Waar is mijn telefoon eigenlijk? Waar de fuck is mijn telefoon? Is er ook zonder die fuck? Snap je, fuck is zo. Als je fuck zegt in een zin, je kan dat woord perfect weglaten. Maar niemand doet dat. Je kan zeggen, dat is echt super lekker eten. Maar je kan ook zeggen, this is fucking nice. Klinkt toch beter, eerlijk. Ik heb by the way een nieuwe pet. Ik weet niet of jullie hem cool vinden, maar ik vind hem wel high. Ja, ik weet eigenlijk ook echt niet waarom mijn telefoon is. Misschien ben ik hem thuis vergeten, maar ik denk niet dat dat kan. Kan dat? Oké, ik heb eigenlijk wel redelijk veel stress. Ik sta nu voor mijn gesloten deur. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb mijn telefoon niet. Ik weet niet waar hij is. Snap je, als mijn telefoon niet in mijn kamer ligt, dan ben ik alweer mijn telefoon kwijt. En ik wacht stress om mijn deur open te doen. Doe nu een duimpje omhoog en dan ga ik mijn telefoon vinden. Ik weet dat ik heel cynische kijkers heb. Dus waarschijnlijk gaan jullie geen duimpje omhoog doen en gewoon hopen dat ik mijn telefoon verlies. Kijk, het goede is, als ik mijn telefoon ben verloren, dan is de titel van deze video telefoon verloren. Dus als dat niet de titel is, dan heb ik hem gevonden. Spoiler! Sorry, ik ga gewoon naar binnen gaan. Ik ga dood van de stress. Alsjeblieft, safe! There it is. Oh my fucking god. En ik weet by the way dat dit de coolste screensaver ooit is. Dus dank u wel. En nu ga ik gewoon een beetje chillen en misschien naar het strand of zo. Ik weet niet. Ik zie wel, you. Vroeger stond er hier een fucking groot verlaten huis. En er waren zo allemaal verhalen dat in dat huis dat de mensen... Ik weet niet dat er een gaslek was geweest of zo. En dat de mensen moesten weglopen en zo. En was dat in die keuken. Alles stond daar nog. Het bestek lag er nog. De kast stond er nog open. In een woonkamer stond alle shit nog zo echt alsof er mensen nog net hadden geleefd. Ik ben daar nog in geweest en ik heb daar ramen in geslaan en zo. Ik heb daar vuurwerken afgestoken. Goeie tijden. Jammer dat het huis weg is. Dat zouden echt vette video's zijn. But okay, let's go. Wow, ineens ben ik bij jou. Wat gebeurt er? Ik weet het ook niet. Het is jaren geleden. Ik herken je bijna niet meer. Ineens ben ik bij mijn papa thuis. We moeten een t-shirt zoeken of zo. Ik weet zelf niet echt waar ik ga zoeken. Maar we nemen gewoon kleren mee. Oh my god. Look at me. Fuck. Waar is het Supreme shirt? Allemaal streepjes, zwart en witte streepjes zo. Het lijkt op een scheidsrechters t-shirt. Waar is het? Het coolste t-shirt dat ik heb en het ligt hier niet. Geen succes. Is de bedoeling dat ik dat aandoe? Ja. Ga je me filmen? De spierde naar taal. What the fuck? Waarom film je nu zo? Het is... Tuk met de camera. Schud harder. Oké, terwijl ik het lekker zit te eten en mijn mama dat lekker, ik weet niet wat ben je aan het doen, aan het snijden of zo met de schaar. We gaan even snel een Q&A doen, let's go. Blijf hier, we gaan Q&A doen. It's time for a quick Q&A. Al de vragen zijn echt kut. Ik dacht, stel vragen voor Q&A met mijn mama en ze vragen zo gewoon kut dingen zo. Wil je een onderbroek naar me opsturen? Huh? Wat deden jullie vroeger het liefst samen? Film kijken op vrijdagavond. Ja. Ja, echt wel. Dat is het enige wat ik eigenlijk wel nog mis. Ja, dat was echt leuk. Vindt je moeder dat je beter je best moet doen op school? Ja. Ja. Waarom ga je nu naar boven? We zijn
zijn een Q&A aan het doen. Oké, de Q&A is nu met de kat. Vragen voor de kat. Kat, wat vind je het leukst? Ah! Wat vind je het leukst aan mij? Wat? Ik ben nu een Q&A aan het doen met de kat. Wat vindt de kat? Ah! Ah! Q&A met Katty. Ah! Was hem zo schrikken? Ah! 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 Tot zover de Q&A met de kat. Ben je aan het stofzuigen? Ga je nu stofzuigen? Ja. We zijn een Q&A aan het doen. Nog één vraag. Ja, ja, ja. Had je mama een dab doen? Dab. Buk je een beetje een dab. Dab, wat is dat? Dab. Dab. Dab, 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 dab. Tot zover de cringe video van vandaag. I love you. Hoi, dat kakje ook. Wat? Heb je nu kakje gezegd tegen mij? Yo, yo. Ik haat hem dan echt heel hard. En ik weet niet waarom. Maar ik moet op restaurant en ik moet het hem dan doen. En ik ga doodgaan. Doe ook, what the fuck? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik zie eruit als een ober of zo. Let's go. Yo, Marijntje, je leeft ook nog. Yo. Er zit daar een wide angle lens in. Dus jullie gezicht lijkt op een vis. Wat ben je aan het eten? Krabbenpoot. Lekker. Ik ga niet zo graag op restaurant. Omdat je altijd 10 jaar moet wachten op je eten. Maar oké. Okay. Kijk, er is peper en zout. Ik vind dat het op tepels lijkt. Er zitten gaatjes in. Het lijkt op tepels of zo. Ik heb honger. Let's go. Ik denk dat ik het beste heb gekozen. Ik weet niet wat jullie hebben, maar... Smakelijk. Dank u. We gonna chap this. Smakelijk. Het was lekker. Dag, ik ga naar huis. Ik ga aan mijn pimelori gaan trekken. Ja, dag, mama. Au revoir. Doei. Oh, fuck me. Ik ben fucking moe. Dat meen ik echt. Ik ben echt tering moe. Ik weet niet wat daar hangt, maar het ziet eruit als kak of zo. Vandaag was een leuke dag. Ook al heb ik nu een hemdje aan. Ook al heb ik mijn laptop niet gekregen. Ook al was ik mijn telefoon kwijt. Shit, mijn statief is alweer gevallen. Snap je, op die manier sloop ik dingen. Het is daardoor dat dit ding afgebroken is. Het was een leuke dag. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Morgen ga ik skaten. Stay tuned for that. Volgende week ga ik ook nog naar een andere YouTuber. Dus het wordt wel pittig. Haha. Bedankt om te kijken. Oh my god, daar is er weer een go-kart. Ik krijg helemaal tering. Guy is een selfie aan het nemen. Hij was een peace selfie aan het nemen. Bedankt om te kijken. Deze video is mij zeker een neepje. Ik ben deze dag. Ze zeggen ja. Idiot, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar de laatste dagen ben ik zo moe. Ik was zo moe overdag en zo wakker s'nachts. It's raar. Maar s'nachts kan ik niks doen. Dan heb ik geen licht om te filmen en bla bla bla.